wat er gebeurde in de vorige aflevering. Het eiland dat zij ontdekten was niet onbewoond. De groep zagen toen ze aankwamen al iemand aan het werk. Een houthakker was bezig met zijn klussen in de boom. De groep liep op hem af. Toen hij hun zag, schrok hij van hun komst, waardoor hij bijna uit de boom viel. De groep vroeg of hij alleen op het eiland was en wat zijn naam was. Hij vertelde hun dat hij Ben heet en dat hij hier samen met een smid, genaamd Max, op het eiland zat. Een smid vroeg de groep, ja, zei Ben trots. Ben vertelde de groep dat hij zorgde dat de smid zijn gereedschap kon maken, waardoor hij op zijn beurt zijn werkzaamheden kon uitvoeren, zodat ze genoeg hout in voorraad hadden om zich warm te houden en te kunnen overleven. Ze hadden dan wel genoeg hout, maar zaten vaak met etensnood en hadden geen dak boven hun hoofd. Het was dan ook vaak erg koud als het regende. Het werd al snel nacht en de groep vroeg of zij bij hun konden overnachten. Ze vonden ons vriendelijk en vonden het daarom niet zo erg. Daarnaast kon Daan ook een onderdak bouwen voor hen, dus zagen ze daar ook een groot voordeel in. De volgende dag kwamen Ben, Max en de groep erachter dat de voedselvoorraad op was, aangezien Ben en Max ook niet zoveel eten hadden. De groep verkeerde in hongersnood. Enkele dagen later, terwijl de groep enorm aan het verhongeren was, kwam er een nieuwe vreemdeling die hun eiland ontdekte. De vreemdeling zag er erg vreemd uit. Niet als iemand zoals de groep eerder was tegengekomen. Eenmaal aan land gekomen, stelde de groep de vreemdeling de gebruikelijke vragen. Hij bleek Alex te heten en zijn beroep was boer. Eindelijk, een boer op het eiland. De groep was zeer verheugd, de redding was daar. Op dit moment konden ze vieren dat het eten in aankomst was. Het was nog nooit zo gezellig op het eiland als op die avond. De groep heeft uren naar de tarwe zitten kijken om te kijken hoe het groeide. Uiteindelijk was het dan zover. Alex kon de eerste oogst binnenhalen. De groep paste perfect bij elkaar. Zij verdeelden de taken zo dat iedereen tevreden was. Elke avond sloten ze gezellig samen af met de gehele groep, warm rond het kampvuur. Op dit moment hadden de groep dus een bouwer genaamd Daan. Die zorgde dat alles veilig was en zorgde voor alle bouwwerken. Twee houthakkers, genaamd Kevin en Ben. Deze twee zorgden dat zij genoeg hout hadden voor alle bouwwerken en alle gereedschappen die zij nodig hadden voor hun werkzaamheden. Twee miners, genaamd Ruben en Mark. Zij zorgden voor alle grondstoffen, waar zij onder andere hun gereedschappen van konden maken. Daarnaast zorgden zij voor de stenen voor alle bouwwerken. Ook hebben ze nog een smid, genaamd Max. Hij is niet te missen. Zonder hem konden ze niet verder met hun werkzaamheden. Hij zorgde voor alle gereedschappen. Hij was degene die alles in elkaar kon zetten. En natuurlijk niet te vergeten, degene die iedereen nodig heeft, de boer, genaamd Alex. Hij was desalniettemin ook niet te missen. Iedereen had hem enorm hard nodig voor het voedsel. Maar dan is nog de vraag, wat is de taak van Boris?